Welkom bij de serie Kreten van de Maand. Zo, opnieuw. Welkom bij de serie Kreten van de Maand. En in Kreten van de Maand zet ik een grote YouTuber boven 1K. In het zonnetje. Wil je weten wie het is? Kijk in de intro verder. Hi guys, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Isaac en leuk dat je kijkt naar deze serie Kreten van de Maand. En in Kreten van de Maand vertel ik welke grote creator ik in zonnetje zet. Geen SO, maar in zonnetje zet. Deze is net zoiets een beetje als Barrel vorige week. Maar toch een beetje, nou niet anders dan gewoon. Ook dat ik het leuk vind om te zien, want voor ik net heb al gekeken naar de video, een nieuwe serie, Kill Time. En misschien weet je gek over hoe het gaat. Jij gaat met Chris op Fishing.nl. En die mevrouw Kings, maar ook een nieuwe serie aangezet. Die heb ik net gezien op zijn kanaal. Zal ik zeker je eventjes in de eindscherm even linken. En in de video kan ik even linken. En Chris kent natuurlijk ook een beetje van Paul. Dat zag ik ook tijdens de boekpresentatie van zijn boek. Paul, echt een sympathieke jongen. Ik heb niet veel met hem gepraat nog toen. Maar ik hoop wel een keertje met hem mee te praten en te communiceren over dingen. Dus ik denk wel redelijk, een gast om mee om te gaan. Ik ga even kijken. Wat is een internet? Ik kan het niet eens daar vinden, dat is een kanaal. Nee, van een kanaal die zie ik af en toe dus een keer video's bij komen. Vooral game news. En ja, ik vind het echt een. Ik term nog die van in de maand oktober zet ik zijn kanaal in het zonnetje als creator van de maand. En ja. Laat ik nog niet snel zijn video's van kanaal zien. Maar je ziet nu wel, denk ik, de Ben nou in je scherm komen. Of op je, in je scherm komen van zijn kanaal. Dus als je het leuk vindt, mag je ook nog abonneren als je hem niet kent. En ja, vind je zijn kanaal ook leuk? Vind je zo'n nieuw ziekje, Kill Time, zo. Ook leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet hieronder te abonneren als je nieuw bent. Dan zie ik jou morgenochtend om 7 uur een nieuwe vlog of elke zondag morgens een nieuwe video. Dan zeg ik mensen tegen jullie allemaal tot de laatste kijk.